straat. In Rotterdam. Maar dat is in Holland. Wel, alleen Holland. Zo snel. Maar ik ben niet met die Concorde gekomen. Wat is dat ding hier zo dan? Een theater. Oh, vandaar dat licht. Want ik dacht al, wat is al dat licht? Want ik ben gek op licht toch? Ik heb altijd al in het licht willen wandelen met Jezus. Nee, eerlijk gezegd, liever met je zus, want als ik met je zus kan doen, kan ik niet met Jezus doen, weet je wel, hè? Wat? Je mag dat soort dingen niet zeggen in Rotterdam. Dus dat jullie zo gevoelig waren. Wel, het spijt me, laat mezelf in acht nemen voor we nog meer problemen krijgen. Ik zal mezelf netjes voorstellen. Mijn naam is Mahinder Lasmibal Singh. Mahinder Lasmibal Singh. In algemeen beschaafd Nederlands betekent mijn naam, hij die zijn moeder hindert, raakt zijn ballen kwijt. Mijn moeder heeft me die naam gegeven, kan je je voorstellen? Want ik kom uit een groot gezin toch? 13 kinderen hadden mijn ouders. 13 kinderen, 12 meisjes, 1 jongen. Mahinder. 13e kind, jawel. En ik ben wat ze noemen een dogla. Een dogla, ja. Een dubbel bloed. Ik heb 2 bloeden. Mijn moeder is Creoolse en mijn vader Hindustaan. Zij heet van der Geld. Hij had geld. En thuis was het altijd leuk, toch? Wat? Want we hadden hoop dingen, wat hoop kippen en koeien en ganzen en geiten en doksen. Een doks is een soort eend. Ja. En het was altijd feest, behalve als ma en pa ruzie hadden. Want dan was het, yo koolie dat, yo kofri dat, yo koolie dat, yo kofri dat. Want koolie, zo noemen die negers die hun Hindustanen. En kofri, zo noemen die Hindustanen die negers. Dus het was constant, yo koolie, kofri, koolo, koolie, kofri. Ka, 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 wat was eigen koekoeksklein thuis. En mijn moeder liep ook steeds rond met een brandend kruis. Ja, 13 kinderen had je niet in koude kleren zitten, begrijp je? Maar ja, op een gegeven moment ging het met mijn vader niet zo goed hoor. Want toen mijn laatste zus uit huis was, had hij van zijn 15 koeien nog maar 3 over. Want met elke zus ging een koe het huis uit. Als bruidschat toch, een koe en een sundap. Zo'n oude bromfiets met handversnelling. Ja, man, mijn vader kocht die dingen bij Kersten. Kersten is een soort van bijenkorf in Suriname. Wat? Ja. Oké, even eerlijk, we hebben geen dwaze dagen. Maar wel dwaze prijzen, dus het komt dit in de boek. Maar ja, mijn vader had wel. Oh ja, mijn vader had een bijnaam bij Kersten, dat ben ik bijna vergeten. Omdat hij al die sundaps daar kocht, toch? Noemde ze hem Sundap Singh. Die is echt een goeie. Maar ja, je kan je voorstellen, toen ik moest gaan trouwen, was mijn vader blij. Hij begon in zijn handen te wrijven, want hij dacht, het familiekapitaal wordt aangesterkt. Hij heeft me ook bij opbod uitgehulpt. Ja, het heeft ook even geduurd voordat zijn vrouw vonden die genoeg voor mij wou betalen, hoor. Oké, eerlijk, voordat zijn vrouw vonden die überhaupt voor mij wou betalen.
Maar ik zie die dag nog zo, ik kwam thuis. Mijn vader was helemaal in de zevende hemel. Hij roept mij en zei, Bitta, ouw zoon, kom horen zoon. Ik zei, ha, balbapa, zeg het vader. Hij zei, Bitta, ik heb een vrouw van je gevonden toch? Ik zei, papa, is zo mooi, is zo mooi, is zo mooi. Mooi? Hoe bedoel je mooi? Je moeder is toch ook niet mooi? Ze heeft geld, dat is belangrijk. Je krijgt 3 hectare grond, jongen. Op para. Dus ik dacht, 3 hectare grond op para. Maar op para wonen geen en bestaan er met zoveel grond, volgens mij. Op para wonen alleen mensen wiens naam met een P begint. Pengel, plet, peroti, piro, pinas. En dat zijn geen Hindustanen. Dat zijn Creolen. Of het moet parabiersing zijn. Dus ik vroeg al mijn vrienden in de buurt, ken je iemand die 3 hectare grond heeft op para? Ik krijg het als ik ga trouwen. Niemand wist wat. Mijn vader had de hele buurt zwijggeld betaald. Zo was hij. Dus ik moest wachten tot onze huwelijksnacht, drie waar. Dus op onze huwelijksdag zijn we in een barat van mijn huis naar haar huis gereden. Een barat is een Hindustaanse huwelijksstoet. Daar rijden we met al die auto's achter elkaar en dan bleef je tuteren zo. Tot je bij haar thuis bent, want als je stopt met tuteren, brengt het ongeluk over het huwelijk. Dus al ga je langs het Slaashospitaal, je blijft tuteren. Bij elk Hindustaanse huwelijk vallen er ook minimaal 3 doden op de hartafdeling van het ziekenhuis. Maar ja, dat is goed voor die doorstroming van die bedden, weet je wel. Ik bedoel, het is vreselijk erg voor die mensen, man. Je Hindustaan moet ophouden met die shit. In elk geval, we zijn naar haar huis gereden. En ze woonde in een huis op Hoge Neuten. In zo'n hoog huis. Dus ik kwam aan en ze kwam die trap af naar beneden. En ik keek en ik keek en ik keek. Maar ik kon niet zien. Want ze was helemaal ingewikkeld in een sari, zo van kop tot teen. 1 grote doek, helemaal naar beneden. Dus ik zag niets. Ze gaan niet die contouren van het lichaam zo. Toen dacht ik, wat? Mijn vader heeft gejokt, man. Hoe kan iemand met zo'n mooi figuur lelijk zijn? Dus ik keek, ik keek, ik keek, ik keek. Maar ik zag niets. Ik zag alleen haar voeten. Niet eens haar voeten. Alleen haar tenen. Van die roodgelakte, bruine tenen in een haksandaal. En dan doet het voor me toch. Bruine tenen, bruine dame, het stond er zo goed. Van die hele lange benen, zo'n sierlijke voet. Ik was verkocht, heb geloof ik gevonden wat ik altijd al zocht. Ik sta in brand, het valt niet meer te blussen. Val op mijn knieën, maar dat mooiste kussen. Als zij iets vraagt en ze heeft ze aan, ben ik al onderweg en kan ik beter gaan. Die bruine tenen in een haksandaal, deze dame heeft het helemaal. Bruine tenen in een haksandaal, deze dame heeft het helemaal. Hey man, ga je zeggen meneer, Spaanse gitaar? Mijn ogen tallen. Ze heeft me nu al in de macht. Ik loop de hele dag te hollen, kan niet slapen s'nachts. Slaap, kindje, slaap, vergeet het maar. Het klinkt klakken op de keukenvloer, ik sta al klaar. Het klinkt wat raar, maar ik ga voor de bijl van die schoenen om te zoenen, maken mij zo opgewonden. Ik vind het zonde om te zien van die weggepropte tenen. Ik wil ze alle 10. Die bruine tenen in een haksandaal, deze dame heeft het helemaal. Bruine tenen in een haksandaal, deze dame heeft het helemaal. Ai, man. Wacht, 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 wacht.